Hey, ik ben Eumen Faruk. We zijn nu in Rotterdam. Naast me staat Aysenur. Hey Aysenur, vertel eens over jezelf. Ik ben Aysenur. Ik zat op de weekendschool in Amsterdam-Noord. En ik zit tegenwoordig in de alumni-raad. Wij zijn nu bij Deloitte. En daar gaan ik en Helene Terwijn, de directrice van de IMC Weekendschool, een presentatie geven over de weekendschool. Ben je zenuwachtig? Ja, een beetje. Hey, zullen we dan maar naar binnen gaan? Ja, let's okay. go. Hallo. Hey Omar. Hoi, hoe is het met jullie? Goed met u? Heel goed. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker. Nou, goed. Jullie hebben het zeker vast druk, dus... Aan de gang? Ja, gaan we? Nou, bij het stukje over de organisatie is het natuurlijk belangrijk om het over de follow-up traject te hebben. Ja. En Deloitte wordt ook financier. En dat jij daar dan wat over vertelt. Wat jullie doen en waarom jij er graag aan meedoet. Kom as you are, gewoon spontaan. Gewoon spontaan, dat is toch? Ja, tuurlijk. Oké. Helene Terwijn is al genoemd. Zij is oprichtste initiatiefneemster van IMC Weekendschool. Als eerste even. Waar heb je als 10-jarige toen de juffrouw van de Weekendschool in jouw klas kwam, die vinger opgesteld? Ik was in Noord, was het tweede leerjaar. Dus veel wisten wij er nog niet van. Die kwam dus zeggen dat ik de kans kreeg om met echte professionals les te kunnen krijgen. Dat werd je aangeboden en ik dacht, ja, dat wil ik wel. Ik wil wel echt met die mensen spreken en echt vragen stellen. En ik vond hele brutale vragen van, eigenlijk wat verdien jij? Dat kan je ook aan iemand anders vragen. Dat vraag je aan hun, omdat ik die kans kreeg. Maar het verschil moet zijn, natuurlijk. Dat moet er wel in blijven. Helene, dankjewel. Hoe vond u dat de Aysenur het heeft gedaan? Ja, heerlijk. Ik vind het echt zalig om het met z'n tweeën te doen. Oh, okay. Ik ben al heel lang gewend, kan je nagaan, 13 jaar al, om losse dingen alleen te doen. Om jullie nou mee te nemen, een oud-leerling. Het voelt ook veel sterker. Dan staan we daar, jullie zeggen dingen waar ik niet aan heb gedacht. Mensen kijken, die zien het verschillende gezichten. Het is veel sterker, dus ik vind het heerlijk. We gaan zien hoe het straks verder loopt met het debat. Of het ook echt ergens toe leidt. Heb ik wel zin in. Dat was een topprestatie. Ze gaan nog een uurtje netwerken. Dat ging helemaal perfect vandaag. Ik zie jullie de volgende keer.